Op het terrein van Zwetterhagen, de instelling waar ruim 300 mensen met een verstandelijke beperking werken en wonen, werd vrijdag het jaarlijkse zomerfeest georganiseerd. Op het festival zijn mensen met en zonder beperking welkom. Samen genieten ze van kermisattracties, optredens, silent disco en lekker eten en drinken. De opbrengsten worden gebruikt voor het Hoendertwassergebouw. Nee, iedereen is van harte welkom. Niet alleen de inwoners van Zoeterwoude, maar heel de regio mag komen. Ja, niet allemaal tegelijk, want dan weet ik niet of we het nog aankunnen. Maar we willen juist die verbinding, wat we ook met het Hoendertwassergebouw willen, we de verbinding met de buitenwereld zoeken. Want de bewoners leven hier natuurlijk best wel geïsoleerd. Willen we ook met dit zomerfeest echte verbinding en met elkaar de zomer vieren. De DJ's van Radio Gemiva verzorgden de muziek en mochten artiesten als Wesley Vermont en John Melody aankondigen. Ja, hij is al geweest, John Melody. Vind je John Melody een hele goede zanger? Ja, ik ken hem heel lang. Ik ken hem vanaf zondag met zondagmatinee ken ik hem. Wat zie jij er mooi uit? Dank je. Hoe heet jij? Steven met een S. En vind je het leuk hier op het feest? Ja. Wat vind je er het leukste van? Deze. Om te vieren dat er een miljoen aan sponsorgeld is opgehaald voor de bouw van de Hoendertwassertoren, werd een kunstwerk onthuld. Op de sponsorring kun je zien hoeveel geld er tot nu toe is opgehaald en hoeveel er nog nodig is. Ik begrijp ook wel, er zijn bezwaren tegen de hoogte van de toren, maar ik denk het hele concept van Hoendertwasser, dat het een fantastische keuze is. Ook leuker voor de recreatie in Zoeterwoude, daar komen ook mensen op af. En het is ook hartstikke goed voor de cliënten, want die schijnen daar echt een positief effect van te ondervinden. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie komt er in het snoezelhuisje? En waar is een snoezelhuisje precies voor? Dat is voor cliënten, maar ook voor alle anderen die het fijn vinden om even te relaxen, even te rusten. Even weg van alle drukte. Ja, we hebben veel lichtjes, muziek, hele mooie diaprojector. Ja, door het licht is het niet zo goed te zien nu. Maar ja, veel kussens. En zelfs Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen zijn aanwezig in de tent.